Dat de energiefactuur voor de gezinnen stilaan totaal onbetaalbaar is geworden, dat is iets wat de federale regering wel begrepen heeft. Want er komt een tegemoetkoming voor gas en elektriciteit. Jordi, wie kan precies van die tegemoetkoming genieten? Ja, er komt inderdaad een tegemoetkoming die men eigenlijk een basispakket voor energie noemt. Initieel was dat aangekondigd voor de maanden november en december, maar intussen is de maatregel al verlengd tot eind maart. En ja, concreet komt het neer op een korting van 135 euro voor aardgas en 61 euro voor elektriciteit per maand. Wie kan daarvan genieten? Wel, ja, mensen die geen recht hebben op het sociaal tarief. Daarnaast wordt er gekeken naar jouw energiecontract. Heb je een variabel contract, dan kun je ervan genieten. Heb je een vast contract, dan moet dat een contract zijn dat is afgesloten sinds 1 oktober 2021. En tot slot wordt er ook gekeken naar jouw jaarinkomen, het netto jaarinkomen. Als je te veel verdient, als je boven een bepaalde grens zit, dan wordt er een stukje terug afgeroomd via de personenbelasting. 196 euro per maand tegemoetkoming via de federale regering. Maar stel nu dat mijn voorschotfactuur per maand eigenlijk al lager ligt dan dat bedrag. Ja. Wat moet ik dan doen? Ja, wel, de praktische modaliteiten zijn op dit moment nog niet duidelijk. Hè. Dus we verwachten dat die de komende weken duidelijker zullen worden. Maar wij vermoeden dat men op dezelfde manier te werk zal gaan als met de federale verwarmingspremie, die ook recent is uitgereikt via de factuur. En waarbij als jouw voorschotfactuur dan lager lag dan het premiebedrag, ja, dan verrekende men dat via een volgende factuur, ofwel schreef de leverancier het bedrag over op jouw rekening.